Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. En in deze video ga ik jullie lekker allemaal laten zien wat ik eet wanneer er een vriendin komt borrelen. Love it! Och, ik heb heel veel zin hierin. Een hele goede morgen. Ik ga mijn dag beginnen met een pumpkin spice latte. Ik schaam me een beetje voor hoe weinig erin zit als je bedenkt dat ik dit met Sinterklaas heb gekregen. Maar ik heb nu besloten dat ik deze fles op ga maken voordat de lente komt. Nou, dat moet lukken. Deze fles kan je echt letterlijk... Dat is mijn latte, of tenminste mijn melk. Deze fles kan je letterlijk online bestellen alleen maar. Dus die is niet verkrijgbaar in de supermarkt. Nou ja, ik moet eerlijk bekennen, misschien hebben ze het wel bij de Macro of zo hoor. Of bij speciale koffietentjes, dat weet ik niet. Maar voor zover ik weet, is die alleen online verkrijgbaar. Daar doe ik een flinke scheut van in mijn glas. Vervolgens doe ik daar wat koffie bij. Vanuit mijn French press. Dit is trouwens decaf koffie. Dan heb ik hier opgeklopte melk in. Ik heb dit nog nooit zo staand gedaan. Zo, schoon sojamelk van de Albert Heijn. Deze hashtag no spon. En dan doe ik er nog wat plantaardige topping op. En ook nog wat kaneel. En dan is hij af. Mega chill dit. Dus mijn pre-run snack. Oké, ik heb toch nog even zin in deze crackers met pindakaas, banaan en kaneel. Want ik heb toch nog meer trek dan ik dacht. Overigens drink ik ook de hele dag door water. Dat hou ik... Nou, ga ik wel bijhouden. Ik zit nu bijna op een liter. En dat is dus alleen het water en de thee wat ik drink vandaag. Ik ga borrelen en ik neem augurken. Salsa dip, deze jackfruit balletjes, ben ik heel benieuwd naar, van die creamy van Violife, toastjes, tomaten, zoet popcorn, duiven, stijgernootjes en tortilla chips. En ik heb nog komkommer en tomaat. En dit is dan hoe de borrel eruit ziet. Ik heb dus hier een bord met de popcorn, de chips en de nootjes. Ik heb hier nog een bord met wat groentesnacks, zongedroogde tomaten, de tapenade. Hier wat toastjes, hier komt straks wijn in, die heeft Lisa mee. En hierachter staat die Violife smeerkaas. Dus dit is dan de hele borrel. En dit lege plekje is voor de balletjes, maar die hou ik nu nog even warm totdat Lisa er is. En deze borrel is dus voor mij eigenlijk gewoon mijn lunch. En ik eet gewoon lekker waar ik zin in heb. En ja, zoals jullie waarschijnlijk ook wel weten, ga ik dus deze video niet mijn calorieën tellen. Maar gewoon genieten, want ja, ik heb ook even tussendoor... alvast heel veel voorgeproefd. Vooral die tijgenootjes. Oh, ik denk dat dat wel echt mijn weak point is. Tijgenootjes. Ik ga trouwens ook nog even wat pinda's neerzetten. Nou, gewoon lekker snacken. Omdat het kan. En omdat ik er zin in heb. En geen idee hoe lang dit me vult. En hoe vol ik zit en hoeveel er overblijft. Dat zien we dan wel weer. Ik dacht, voordat Lisa aanbelt, kan ik ze wel vast laten zien. Ik ga er denk ik even eentje proeven voor de camera. Dan staat erop, hou, met de bite van vlees. Wat staat er? Plantaardig en juicy met de bite van vlees. Nou, het is wel heel heet. Ik ben hier mijn mond aan het verbranden. Maar afgezien van dat, is hij wel echt lekker. Oh mijn hemel mensen, het is 6 uur en ik heb echt geborreld als vanouds. Nou ja, wat jullie hebben gezien, dat is opgegaan. Ik heb bijna niks erbij gedaan qua... snacks ietsje wel. Valt nog mee, maar ik heb echt geen trek meer. Ik ga vooral nu nog heel veel water drinken, want ik ben echt tipsy. En nou ja, mocht ik nog wat gaan eten, dan laat ik dat vandaag zien. En anders ga ik even in nuchtere toestand vertellen over het lege pan-syndroom en hoe ik daarvan af ben gekomen. Want er staan nog 3 halfvolle zakken chips en snacks, zeg maar, bij mij. En dat is vrij zeldzaam, dus daar zal ik jullie over vertellen. Met de nuchtere toestand, beter licht, alles. Tenzij ik nu ineens trek krijg en toch nog wat ga eten. Maar ik ga vooral heel veel water eten. Ik hou de camera volgens mij nog zelfs een beetje scheef. Sorry jongens, het is... alles is op dit moment een beetje zwaar. Lekker professioneel, Jetske. Hashtag topcontent. Nou, inmiddels is het een paar dagen later en ja, ik ben weer helemaal goed nuchter. De wijn tikte hard aan.
Ik zit inmiddels aan een flinke kop thee. En ik wil jullie vertellen over het lege pan-syndroom. En volgens mij, dit is natuurlijk niet iets wat in de DSM-5 vermeld staat. Maar het is wel iets waarin, denk ik, heel veel mensen zichzelf kunnen herkennen. Althans, ik ken al heel veel mensen die het lege pan-syndroom hebben. Of het heet ook wel eens de lege zak-chip-syndroom. En eigenlijk ben ik er, nou, ik denk rondom mijn studie erachter gekomen dat ik dit had, want ik heb het niet meer. En we maakten er altijd grapjes over. Wat houdt het in als je dus ergens eet, of het nou een borrel is, of een zak chips bij de film, of je bent samen aan het eten met iemand en er staat een pan met eten op tafel. De pan moet leeg. De zak moet leeg, de rol koekjes moet op, het moet gewoon op. Alles moet op. Want zodra het er staat, ja, gaan er toch weer gedachten naar het eten toe. En dit is iets wat ik heel lang heb gehad. En sinds vorig jaar vanaf ben. En ik heb een tijdje terug een video gemaakt waarin ik een dag lang alles at wat ik wilde. En dat was voor mij zeg maar de ultieme test of ik echt van dit lege pan-syndroom af was. En nou ja, toen heb ik die test met vlag en wimpel geslaagd. Ik ben die test met vlag en wimpel geslaagd. Zo, sorry hoor jongens. En nou ja, zoals ik ook al aan het eind van het eetdagboekje zei, het is nogal zeldzaam dat ik nu laatst met de borrel nog 3, nou ja, halve zakken chips en borrelnootjes en zo over had. Want voorheen moest dat op. En dan ging het ook, ik neem jullie even mee in hoe het in mijn hoofd ging dan. Oh ja, ik moet eigenlijk, ik heb nog chips. Ja, ik moet eigenlijk nu maar die chips eten. Oh, er zitten eigenlijk wel heel veel calorieën in. Ja, het is eigenlijk niet goed. Als ik het nu eet, dan eet ik eigenlijk te veel calorieën vandaag. En ik zit eigenlijk ook al vol. Maar ja, die chips, die moet eigenlijk wel op. Want ja, ik kan beter eigenlijk nu opeten dan dat ik het morgen eet. Want als ik morgen eet, eet ik weer ongezond. Ja, en ik kan niet 2 dagen achter elkaar ongezond eten. Dus ik kan nu beter eigenlijk, terwijl mijn lichaam zegt dat ik vol zit, toch nog even meer chips eten dan dat ik morgen nog een keer chips eet. Want ja, dan eet ik 2 dagen achter elkaar slecht. En dat is echt niet oké. Dus beter eet ik het nu op dan dat ik het morgen eet. Nou, misschien herken je deze gedachtes. En als je deze gedachtes herkent, you're not alone. En dat is eigenlijk hetzelfde met zo'n pan op tafel. Dat je dus denkt, oh ja, ja, weet je, dan ben je leuk met mensen samen. Ik had toevallig, heb ik ook een coach die, nou ja, die herkende zich daar ook in. Of een coachie, moet ik zeggen. En toen zei ik ook van, ja, maar ja, dat is gewoon, dan zit je dus met vrienden aan tafel. En dan staat er een pan op tafel, of met familie, of whatever. Of tegenwoordig met 1 vriend, want dat mag allemaal niet vanwege de lockdown. Maar goed, je snapt het ding. Je zit met mensen aan tafel, er staat een pan op tafel. En jij denkt, oh, het is eigenlijk wel echt heel lekker dat eten. Oh, dat wil ik eigenlijk nog wel meer eten. Maar ja, ja, eigenlijk kan ik dat beter niet doen. Want als ik nu nog een schepje neem, ja, dan heb ik misschien wat te veel gegeten. Ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet handig. En ja, maar ja, het was wel echt heel lekker. Ja, ja. Oh, ik zit eigenlijk ook wel een beetje vol. Maar ja, ja, weet je, het was echt wel heel erg lekker. Dus ik bestel, of als je bij een All You Can Eat eet, ik bestel nu toch nog maar een ronde, want iedereen doet het. Dus ja, en eigenlijk zit ik al vol. Maar ja, het is zo lekker en iedereen bestelt de volgende ronde. Dus ik bestel het ook maar. Ik moet zeggen dat ik bij de All You Can Eat, lukt het mij nog niet helemaal. Want ik ga dan inderdaad ook nog steeds denken, ja, maar iedereen bestelt. En dan ben jij weer de skinny girl die niet bestelt. En dat is ook een reden waarom ik heel veel moeite heb gehad met van het lege pan-syndroom af te komen. Want wat het namelijk is, heel plat gezegd, ik ben nooit dik geweest. Ik ben nooit te zwaar geweest, ik heb nooit overgewicht gehad. Mijn BMI was nooit te hoog. Ik was altijd dat dunne meisje die kon vreten wat ze wilde en ze kwam niet aan. En dat was ook, daar heb ik al eerder een video over gemaakt, was een leuk imago. Maar daardoor creëerde ik een beetje een soort van verkeerde manier van eten. Ik luisterde helemaal niet naar mijn lichaam of ik wel of niet vol zat. Ik wilde een soort van bewijsdrang van, ik kan eten wat ik wil en ik kom niet aan. Dus dan at ik wel weer de zak chips leeg of ik at wel weer die pan leeg. Want Jetske, die kan je vol stoppen en dat maakt niks uit, want ze komt toch niet aan. En dat is natuurlijk een hele verkeerde manier van eten. Hoe heb ik dit nou op een gegeven moment opgelost? Nou, in mijn vorige video, ik heb al eerder een video gedeeld over mijn eetgestoorde gedrag of gedachtes. En eigenlijk, door die los te laten, is ook het lege pan-syndroom weggegaan.
Misschien kennen jullie wel het hele fenomeen All In. En Stephanie heet ze volgens mij. Ik zal even hier even een link naar een video van haar zetten. Zij is op een gegeven moment helemaal all in gegaan. Zij was echt zo'n afgetrainde fit girl. Ze deed volgens mij ook dat bikini body. En ze had eigenlijk constant honger. Maar ze dacht, nou dat hoort erbij, want I got the ribs, bitch. Dus zij luisterde helemaal niet meer naar haar lichaam. En toen is ze op een gegeven moment all in gegaan. En heeft ze alles gegeten wat ze wilde. Nou, toen merk je dus dat ze op een gegeven moment heel veel aankwam. Echt een shitload aan haat kreeg. Dat ik echt denk, oh mijn hemel, mensen doen normaal. En vervolgens slankte ze weer af. Nou, nu ben ik niet per se echt volledig all in gegaan. Dus ik heb niet zoals haar echt elke dag 10.000 calorieën staan wegstouwen en weet ik veel wat. Maar ik heb wel voor mezelf en met mezelf afgesproken, ik mag alles eten wat ik wil. Nou, ik kan je vertellen, dat werkt enorm bevrijdend. En dan kan je zeggen, ja, luister Jetske, leuk bedacht, maar als ik alles eet wat ik wil, dan ga ik alleen maar pizza's eten. En alleen maar patat. En dan kom ik aan. En dan word ik dik. En dan word ik lui. En dan word ik moe. En dan, nee, dat gaan we niet doen. Nou, geloof mij, ik zou bijna zeggen, ga het eens proberen. Want als jij elke dag dezelfde shit eet, om het maar even zo te zeggen, alleen maar patat, alleen maar pizza, alleen maar weet ik veel wat, op een gegeven moment is het niet meer boeiend. Want je mag het toch eten. Dus het is niet meer de holy grail van, oh, ik mag het eigenlijk niet, maar ik wil het wel. En oh. Nee, want je mag het. Dus het is niet meer speciaal. Het is niet dat je die komkommer moet eten. Het is op een gegeven moment dat je die komkommer wil eten, want je hebt er echt zin in. En dat is de hele mindset en wat ik dus heel interessant vind aan het hele all-in gaan. En nou ja, wat ik zeg, ik heb het dus niet zo als zij gedaan dat ik echt op een dag dacht van nu ga ik all-in en ik ga alles eten wat ik wil. Maar ik heb wel met mezelf afgesproken, ik mag alles eten wat ik wil. En dus ook inderdaad zo met dat chips. Ik had gewoon zin in een borrel en ik had zin in die dingen. Dat heb ik ook in huis gehaald. Maar ook meteen met de gedachte, het is prima als het overblijft. En het is ook prima als ik daar de dagen daarop ook van eet. Mocht ik daar zin in hebben. Nou, in mijn weekvlog hebben jullie gezien. Op een gegeven moment dacht ik, oh, ik kwam thuis en ik dacht, oh, ik heb echt zin in nu zo'n bakje met een mix van, nou ja, nootjes en chips en dingen. En ik heb dat genomen. Ik heb geen enkele seconde bij geen enkele hap gedacht, oh, moet ik dat nou wel doen? Oh, maar misschien is dat eigenlijk wat te veel calorieën. Hoeveel calorieën is het eigenlijk samen? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Oh ja, misschien moet ik het maar niet doen. Oh, maar, oh jeetje, ja. Nee, ik heb van elke hap genoten. En dat was fantastisch. En dat werkt zo bevrijdend. Dat wil jij niet weten. En inderdaad, in de avond at ik een salade zonder koolhydraten. En dat is dus niet omdat ik dan denk, oh ja, maar als ik nu nog een salade eet met koolhydraten, dan word ik helemaal dik. Nee, dat is omdat ik daar zin in heb. En dit is dus hoe balans werkt, althans voor mij. Ene moment heb ik zin in een fles wijn en een zak chips. En het volgende moment heb ik zin in een salade. En we zien natuurlijk altijd maar momentopnames van mensen en ook van mij. Dus misschien zie je alleen maar die salade en denk je, oh mijn god, eet ze zo weinig, dat is echt niet oké. Terwijl ik daarvoor, of de dag daarvoor, bewijzen van 6 zak chips bleef gegeten. Maar dat heb ik dan misschien niet gefilmd. Dus dat is ook gewoon zo belangrijk. Ik wil niet, ik hoop dat ik uitdraag met ook mijn What I Eat in the Days, dat het echt allemaal draait om balans en echt luisteren naar je lichaam met intuïtief eten. Hoe kom je dan af van het lege spansyndroom? Nou, dat is eigenlijk allereerst door te zeggen tegen jezelf, ik mag alles eten. En ten tweede, je kan het ook natuurlijk, er zijn kleine trucjes om het eerst te oefenen. Een trucje is bijvoorbeeld het in de keuken opscheppen en de pan niet zien. En dus de restjes alvast in een bakje doen. Dat zijn natuurlijk hele simpele trucjes. Wat een truc ook kan zijn, en eigenlijk is het iets wat ik altijd doe, want ik kook nu tegenwoordig voor 4 porties. Dus dan verdeel ik het over 4 bakjes en dan weet ik gewoon, dit is nu de portie. Maar soms heb ik momenten dat ik die portie op heb en dan denk ik, ik heb nog steeds trek. Nou moet ik zeggen dat ik die andere 3 porties dan wel gewoon in mijn bakje laat. Maar dat ik dan nog wel iets van een snack neem. Dus, en dat kan zijn een cracker met pindakaas of een eiwitpapje of een dadel. Ligt er maar net hoeveel trek ik nog heb. Dus
In zoverre luister ik dan wel naar mijn lichaam. Honger, trek, is gewoon eten. Dus je kan het natuurlijk in die zin eerst proberen met trucjes zoals dus van tevoren opscheppen of een zak chips pakken en het in een bakje doen. En dan kijken, hey, heb ik nog echt trek in chips of niet? Dat zijn natuurlijk allemaal trucjes die je kan doen. Maar wat voor mij helpt is gewoon met mezelf de afspraak te maken. Nou ja, bijvoorbeeld bij die borrel maakte ik met mezelf de afspraak. Dit staat nu allemaal lekker op tafel. Ik ga ervan genieten. Maar als ik geen zin meer in heb, dan stop ik even totdat ik weer zin heb. En het is me gelukt. Ik heb een heerlijke middag gehad met Lisa. Nou, uiteindelijk was het dus mijn lunch en avondeten, want ik merkte dat ik toch nog wel vol zat. Ook heel belangrijk, want dat is ook nog zoiets dat we altijd maar denken, oh, we zijn nu op een verjaardag en we hebben allemaal genoten van allemaal hapjes. Maar het is nu 6 uur, dus we moeten avondeten. Nee, als jij vol zit, dan zit je vol en dan hoef je niet meer te eten. En dat is ook iets wat ik heb geleerd. Ik heb mijn hemel geen idee hoeveel calorieën ik die dag op heb gegeten. Of het er 3000 waren of 1500, I don't know. But I don't care. Ik heb namelijk genoten. En het was een topmiddag. En dat is het allerbelangrijkste. Ik ben geen seconde bezig geweest daarmee. Waarom dus niet? Omdat ik de afspraak met mezelf heb gemaakt. Ik ga hiervan genieten en ik mag hiervan genieten. En als ik vol zit, dan stop ik even en dat is oké. En alles wat hier nu op tafel staat, kan weer terug in de zak. Want ik heb van alles nog de zak of de verpakking bewaard. Dat zijn van die dingen, dat helpt mij echt zoveel. Ik wil hier ook weer niet mee zeggen dat als je wel eens een zak chips leeg eet of wel de pan leeg eet, dat het dus slecht is. Want dat is ook oké en dat mag er ook zijn. Maar het gaat om het gevoel erbij. Ten eerste, hoe voelt je lichaam? Zit je bomvol en heb je gewoon buikpijn omdat je te veel hebt gegeten? Dat is niet oké. Ten tweede, wat zijn je gedachten erover? Zijn die negatief? Zijn die dat je, roepen die nu in je hoofd dat je te dik bent? Of dat je een fout hebt gemaakt of dat je slecht bezig bent? Dat is ook niet oké. Maar eet jij een zak chips op en voel je daar helemaal content bij? Of eet jij die pan leeg en voel je je helemaal prima? Ja, dan ben ik de laatste die daar een mening over zou hebben. Dus zou ik zeggen, doe het. Het gaat erom om het gevoel. Wat ik wil zeggen is dat het dus niet erg is om chips te eten. Of weet ik veel wat. Of, nou ja, whatever. Zolang je maar luistert naar je lichaam. En je er goed bij voelt. En maak met jezelf de afspraak dat het oké is. En dit is niet iets wat over één dag gaat. Hè? Het is niet dat je denkt, oké, Jessica heeft dit nu gezegd. Vanaf nu gaat het me lukken. Dit is ook iets wat voor mij echt vallen en opstaan, vallen en opstaan. En wat ik zeg, nog steeds is er een klein stukje die toch nog af en toe een beetje in mijn hoofd fluistert. En dat is 1% van de tijd. En soms neemt die 1% het even over en denk je, wow, hold on baby. We gaan dit niet doen. Dus het is oké. Dat is wat ik jou met deze video wil meegeven. Dat het oké is. En dat het gaat erom dat je je goed voelt bij wat je voelt. En ik wil iedereen meegeven dat je mag alles eten. Of je nu bezig bent met gewichtsverlies of niet. Je mag alles eten. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik hoop dat je, nou ja, mocht je erin herkennen, dan hoop ik vooral dat je er iets aan hebt gehad. En nou ja, wat ik zeg, ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Ik gun iedereen dat hij alles mag eten wat hij wil. Ja, tenzij je natuurlijk een allergie hebt, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar goed, zolang je geen allergie hebt, eet alles wat je wil. En met deze boodschap wil ik de video afsluiten. Ik hoop dat je hem tof vond. Vergeet dan zeker niet het duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check je snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!